Oh, ik heb een vraag. Mag ik, zeg maar, ben je heel erg kieskeurig op, zeg maar, schelden en zo? Oké, top. Voedselverspilling is vet stom. Maar toch gooien we in Nederland ieder jaar 2,5 miljoen ton voedsel weg. Dat is echt niet nodig. Oeh. In deze serie laat ik samen met Too Good To Go zien hoe leuk het is om creatief te zijn met voedsel dat anders verspild wordt. Too Good To Go is een sociale onderneming gericht op het verminderen van voedselverspilling. Zo kan je via de app een magic box met eten dat anders moet worden weggegooid ophalen bij restaurants, bakkers en supermarkten. Wat? Dit is Wat bakken we ervan. Hallo, ik ben Marije. Dit is mijn keuken. En mijn gast van vandaag is Teske de Schepper. Zangeres, YouTuber, auteur. Maar bovenal moeder van twee prachtige poezekinderen. Teske, kom erbij. Hallo, hallo. Yay. Je mag meteen naar je workstation gaan. Dat is daar. Teske, heb je er een beetje zin in? Ja, maar ik ben ook zenuwachtig. Ja. Zo officieel opeens dat we zo tegenover elkaar staan. Echt, hè? De strijd vond meteen al echt. Ja. Kan je een beetje koken? Ik durf te zeggen van mezelf dat ik redelijk kan koken. Ja, doe je het graag ook? Ja. Oké. En sinds een paar jaar nu ook vegan. Ja. Dus we hebben helemaal een vegan keuken vandaag. Twee tassen vol. Twee tassen vol. Deze hebben we vanochtend opgehaald via Too Good To Go. Mm-hmm. Eten wat dus anders weggegooid wordt, gaan we nu gebruiken om een gerecht mee te maken. Ja. De spelregels zijn simpel. We hebben 45 minuten de tijd om een gerecht te maken. Je mag een joker inzetten. Okay. Dat betekent dat je 10 minuten de tijd hebt om naar de supermarkt te gaan. Met 3 euro. Dan mag je eventueel nog een ingrediënt halen als je nog iets mist. Nee, dat gaan we echt niet doen. Verder mag je dingen gebruiken wat je normaal in de keuken hebt, zoals olijfolie, zeep, peper en zout, zeep en pout. Aan het einde wordt het gerecht beoordeeld op smaak, originaliteit en presentatie. Oké. Moet het een hoofdgerecht zijn? Wat jij wil. Dan maak je een amuse. Iets minder kat op tafel is wel prettig. Oké, omdat jij mijn gast bent en ik je heel aardig vind, mag jij de eerste tas kiezen. Okay. Zonder te kijken. dan hebben we heel even een momentje om te kijken wat er allemaal in zit. Mm-hmm. Dan zet ik de kookwekker aan. Oké. Okay. Zin in? Ja, heel. Oké. Go. Ik hoop dat ik de juiste keuze maak, maar ik ga deze doen. Oké. Okay. Thanks. Wat zit erin? Oh. Ik heb een brood, ik heb bananen. Oh, dit is goed. Oké. Dan maatappelpitjes. Oké, limoen. Oh. Dit is wel een goede tas, hè? Oh, dit is heel goed allemaal. Oeh. Ik heb hier een troef. Oh, maar jij hebt yoghurt. Ja, maar jij hebt tofu. Je mag trouwens ook eventueel een kookboek raadplegen. Okay. Maar je mag niet een recept nakoken. Oké. Okay. We zijn streng. Ben ik klaar voor? Ja, I'm ready. Oké. Okay. 45 minuten. Go! Oké, ik ga mijn handen wassen. Ook belangrijk. Deze vrouw, ik hou er nu al van, want ik vergeet het elke keer. Ik ken deze keuken niet. Ja, dat is ook jammer voor je. Jammer voor je. Weet je wel wat je gaat maken? Weet jij al wat je gaat maken? Ja, ik heb wel een aardig idee wel. Oké, vertel het maar aan de mensen. Oh, aan de mensen, ja. Maar ja, dan kan je het ook horen. Ja, ik ga sowieso een salade maken, want ik heb allemaal ingrediënten die ik beter niet kan gaan verwarmen. Dit is super lekker in een salade gerookte tofu. Maar ik ga denk ik deze zoete aardappel in de oven doen. Ik doe meestal, leg ik het gewicht aan de voorkant. Dus ik doe even goed nadenken voordat ik ga starten. Ik ben gewoon best wel zenuwachtig, want dit moet best wel even in de oven voordat het gaar is. Dus ik ga dat gewoon als allereerste doen. Succes, succes. Stressvol spel. Oeh, wat denken jullie van top bananenwentelteefjes? Ja, dat. Met met een fruitmeloen. Ga je zoiets fancy's maken? Oh, heel lekker. Ja, die is goed, hè? Ja, heel lekker. Oké, we gaan je even nog intellectueel uitdagen met een stelling. Nee, dat kan helemaal niet. Kom, ik ben aan het koken. Welk vegan product heb je standaard in je voorraad of koelkast?
vegan kaas. Ja? Ja. Is dat je go-to? Ja, want ik hou heel erg van hartig brood, beleg. En ja, dat is gewoon het allerlekkerste. Dus hummus, weet je, ik heb zoveel hummus gegeten in mijn leven. Daar ben ik gewoon moe van, snap je? En die uit de winkel is ook gewoon niet lekker. Nee. Hummus moet je eten zelf gemaakt. Ja, en pulvruchten, linzen, gedroogde linzen. Gedroogde? Ja, tuurlijk. Dat is echt zo'n ding wat je altijd kan gebruiken. Dus als ik niet naar de supermarkt wil, ik heb er nergens zin in, dan gooi ik gewoon linzen in een pan met water. En doe ik er dus of tomatenblokjes bij, of gewoon bouillon en dan wat ui en dat soort dingen. En dan kan je of een curry maken of een soepie. Linzen zijn echt top. En veel eiwitten. Goed als je vegan bent. Ik vind dit de tip van de dag. Ja, toch? Ja. Top tip. Schrijven we mee, mensen? Nou, ze zijn lekker aan het zwemmen hoor, jongens. Oh, we moeten het ook mooi gaan opmaken natuurlijk. Ja, je moet goed nadenken over je presentatie, want dan kun je heel veel punten mee halen. Onderdeel van de creativiteitsbeoordeling is dat je een naam voor je gerecht moet bedenken. Dus daar mag je alvast even over nadenken. Keske salade. Ik voel me tot nu toe best wel zelfverzekerd eigenlijk, maar ik heb het gevoel dat het straks weg gaat ebben. Ja? Ja, want ik weet niet hoeveel... 10 minuten al? En ik heb banaan geprakt. Je mag dus naar de supermarkt, hè? Als je denkt van... Ja, ik ga niet... Nee, ik ga niet naar de supermarkt. We gaan doen met het... We gaan roeien met de riemen die we hebben. Wat is jouw lievelingseten? Mijn lievelingseten? Ja. Wat een moeilijke vraag. Nee, valt mee. Probeer jij mij af te leiden? Misschien. Yes. The messers become the messies. Kaasvlee. Oh. Easy. Goed antwoord. Jury, is een vegan egg replacement iets wat je standaard in huis hebt? Want eieren eigenlijk wel, maar nu zijn we vegan aan het koken. Dus, een vegan heeft een zichzelf respecterend... Ik ben bang van niet, Marije. Maar de banaan werkt echt als een egg replacement eigenlijk, hè? Ja, ik wil je niet waar. Helpen, maar ik help je toch. Ja, want is dit waar. Is wel heel bindend. Ik sluit mij aan. Nee, geen vegan egg replacement. Sorry. Oké. Ik ga even een zeer creatieve tool van beneden halen. Oeh, ik ben benieuwd. Moet ik wel de tijd in de gaten houden. Wordt het niet, dat het niet zo zwart wordt opeens. Ik ga even dingen elimineren. Dit hoeft niet. Wat vind je hiervan, Max? Ik ga nu de chili pie. Een rijsttrio. Oh. Ja, maar dat klinkt veel exotischer dan wat het is, hè? Is, ja. Ik weet niet hoor, maar dit is niet helemaal het spelletje werkt, Teske. Wat is jouw lievelingseten eigenlijk? Wat ga jij nou weer doen? Nou, dit is een truc die ik heb gezien. Kijk. Dan nu heb ik een schenktuit. Oh. Aha. Ik denk dat ik nog nooit snijbonen heb gebruikt in mijn eten. We gaan je nog even een vraag stellen, want vuur moet wel in de schenen worden gelegd. Aangezien we met inductie koken. Nooit meer eten weggooien of nooit meer vegan eten? Dat vind ik een hele moeilijke vraag. Ja, dan toch... Wacht. Nee, wacht, dat is helemaal geen moeilijke vraag. Nooit meer eten weggooien of nooit meer vegan eten? Nooit meer eten moeten weggooien. Waarom zou ik dan ooit voor het andere kiezen? Wacht. Het is toch een heel makkelijk dilemma? Bij de een gooi je nooit meer eten weg en bij de andere eet je niet meer vegan. Het voordeel is wel is dat veganistisch eten natuurlijk ook al wel heel erg duurzaam is. Ja. Voor de mensen die wel vlees eten, is het goed om te weten... Sorry, even over je. 35% korting of zo, of dus inderdaad via Too Good To Go. Het wordt een heel wazig verhaal. Oké, wat ik dus wil zeggen, eten wel, vlees wel te eten dan om het weg te gooien. Of een plastic verpakking te gebruiken in plaats van... beter dus dat je wel zuivel eet. Maar dan... En het niet weggooien, ja. dan überhaupt dingen weggooien, want dat heeft veel meer impact. De impact van... Nou, de impact van voedselverspilling is groter dan... Ja. Oh, ik moet ook gewoon niet praten tijdens het koken! Het is over. Kijk, als je dan besluit om niet plantaardig te eten, zorg er dan in ieder geval voor
Dat je niet zomaar dingen weggooit. Dat, dankjewel Tuske. Nou, ik had even nodig om er te komen, maar... Oh nee, ik ga me even focussen op koken. Oh, heel goed. Oh, heel goed. Ik zoen ook met de jury, dus dit mag. Ik denk dat dit helemaal de shit gaat worden. Een soort easy bananenbrood. Oh, ik vind het echt best wel... Ik vind het echt indrukwekkend wat je daar aan het doen bent. Wacht nee, maar even hoor. Nee, maar oprecht. Ik had niet verwacht dat je daar... Ik had helemaal niet de link gelegd dat je daarmee die wentelteefjes ging maken. We zitten bijna nog 10 minuten. Nog 10 minuten? Ja, dit gaat wel lukken. Bij mij gaat het wel lukken. Bij jou? Ja? Wat is jouw favoriete gerecht? Oh, mijn favoriete gerecht? Ja, ik deed net alsof ik jou een hele makkelijke vraag stelde, maar dat is dus helemaal niet zo. Ja, eigenlijk gewoon frituur. Frituur? Je hebt heel kaasvlees. Sommige mensen zeggen de Italiaanse keuken, Aziatisch. Nee, en ik hou ook heel erg van, ik hou heel erg van India's. En Turks eten. Dus eigenlijk die twee keukens. En als het dan nog een alternatieve keuze is, dan zou ik zeggen gewoon de snackbar. Nu komt de Pinterest truc hoor. Oh, ga je die? Oh, je gaat echt fancy doen nu. Nu ga je echt fancy doen. Met mijn zelfgemaakte tuit die niet werkt. Ja, ik ben echt aan het nadenken. Dit zie je niet, toch? Jelle. Oh, shit! Oké, dat wordt dus de onderkant. Beetje brandsmaak. Kan gebeuren. Kijk eens wat een mooie wentelteefjes. Bananenteefjes. Mag ik een pro-tip geven? Ja. Oké, dus ik ben nu zo van die vormpjes aan het maken. Ja. En dan zie ik dan altijd in die recepten zie ik zo staan van de rest kan je weggooien, wat je overhoudt. En dan denk ik, kan je weggooien. Kan je gewoon bij andere gerecht gooien. Zoals bijvoorbeeld bij broccoli soep of zo. En dan zeggen ze zo, de stam hoeft er niet in. Dan denk ik, hoezo de stam hoeft er niet in? Die stam kan je toch gewoon eten? Ja. Dus de overblijfselen gooi ik nu hier. Of inderdaad een groentestoofpotje of een bouillonnetje of een andere soep. Kan je altijd wel wat van maken. Ik vind wat, ja. Wist je dat in de pit van een avocado heel veel vitamines zitten en dat je hem gewoon kan opeten? Maar niet door hem als een toverbal in je mond te stoppen en dan je kaak te breken. Schaaf de schil van de pit, snij hem in stukjes en stop het in een blender met hele scherpe messen. Het poeder dat overblijft kun je vervolgens over de guacamole strooien. Of je poedert er je neus mee, voor mijn part. Ik hou je niet tegen, het is een vrij land. Ik denk dat ik klaar ben. Ja? We hebben nog 1 minuut. We hebben nog 1 minuut. Ja, ben je klaar? Ik ben klaar. Ik ook. Klaar gewoon voordat het afgelopen is. Ja, het is een unicum. Dat is nog nooit gebeurd. Tweede aflevering. Nog een beetje tofu eten. Oh, ik heb nog geen naam bedacht. Ik moet nog een naam. Hoe vond je het gegaan? Och, ik vond dit echt heel stressvol. Maar ik vond het ook leuk. Ja, wel? Want ik moest echt gewoon iets bedenken. En ik vind het er eerlijk gezegd best leuk uitzien. Van jou ook. Ja, ik denk dat we trots kunnen zijn. Ik ben heel benieuwd. We gaan de jury erbij halen. Laten we beginnen met Tuske's gerecht. Je mag je naam van je gerecht vertellen en wat het is en hoe je het moet eten. Oké, hi. Hi. Ik heb iets gemaakt en ik noem het de liefdesmaaltijd, want ik heb jullie voorletters gebruikt. Oh. En een hartje. Het is heel zoet, maar ik kan er niks aan doen. Dit is wat je krijgt. En je kan het eten met mes en vork. En je tanden is wel ook handig. En het is een salade en een soort van gegrilde groente, tofu. Melange. Nee. Max gaat dit beoordelen op creativiteit, smaak en... Presentatie, creativiteit. Ik geef het uit 5. Geef ik het
3 punten. Op presentatie geef jij hoeveel punten? 4 punten. Oh, yes. Netjes, netjes. Dan mag je nu even gaan proeven voor de smaak. Dat is gewoon een stuk komkommer. De moment of troes? Troes. Troes. De moment of troes. Oh, ik hoor een tevreden geluidje. Ik hoor een Dit zint mij niet goed. Heel lekker. Dit is een salade met een azijn, mosterd, dressing. Hier zit mango doorheen. Proef ik. Wow. Ja, niet gek. Ik vind het heel lekker. Smaak. Hoeveel punten voor smaak? Smaak 4 punten. Wauw. Heel goed. Dat had ik niet verwacht. Ja, het is echt al bij heel lekker. Oh, top. Ja. Nu krijg je het toetje. Wentelt eventjes 2.0. 2.0, want 2020. Het zijn bananenwentelteefjes met een mango chutney. Het is allemaal geen chutney. Saus. Saus. En limoenrasp op creativiteit. Krijg ik wat voor cijfer? Struggle daarmee? 3 punten. Op presentatie krijg ik. Ja, het ziet er wel mooi uit. Het ziet er mooi uit. Ik heb geen 5, ik geef je 4 punten op presentatie. 4 punten? Ja. Oké, hier kan ik mee leven. Mee eens. Maar tot nu toe gaan we gelijk op, hè? Ja. Is dat zo? Smaak, ik ben benieuwd. Want dit is alles bij elkaar? Ja hoor. Ik moet zeggen, ik heb dit nog nooit gedaan. Dus ik weet niet of dit werkt. Of je wentelteefjes van banaan kan maken. Ziek ook weer dit. Zo rap. Oh, hij is wel verbaasd. Ik ben verbaasd hoe goed jou is gelukt wat je wilde maken. Ja? Het zijn echt banaanwenteltekens. Ik vind ze heel lekker, maar net niet zo lekker als die van Teske. 3 punten voor smaak. Oh, nee, is prima. Ik spreek je later. Dus wie heeft er dan gewonnen? Ikke. Toch? Nou, dan heb je al snel berekend. Sorry. Zo. Nou, gefeliciteerd! Yay! Dankjewel. Nice. Oké, dit gaan we zo even opeten. Maar eerder vandaag heb jij ook een challenge gedaan. Ja. Dus daar gaan we eventjes naar kijken. Kaas of vlees? Dat is mijn lievelings. Maar hoe snel kan je zo'n snoeihete lavaflap eigenlijk eten? Welkom bij de grote kaas of vlees challenge. Eet smakelijk. Gaat de tijd gelijk in? Ja. En... oh my god. 2-1, go. Oké, okay. Ik heb een tactiek. Oké, ik moet niet praten. Ik dacht dat ik een tactiek had, maar ik had geen tactiek. Ik dacht, als ik nou de zijkanten eraf kijk, dan wordt hij misschien sneller koud. En ondertussen ben ik ook in shock dat ik een kaassoufflé eet, want die heb ik echt al een paar jaar niet meer op. Voor de duidelijkheid, dit is een vegan kaassoufflé. Dit is een vegan kaassoufflé. Dit is echt een lekkere kaassoufflé. Oké, mond leeg en mij aan mij laten zien. Kom op. Ah. Oké, well done. Ik ben op het laatste geëindigd. Ik kan toch niet zo eten waar jullie allemaal zo naar zitten. Je hebt ook nog een koptelefoon. Lekker al dat gesmak. Oké, Teske, hoe denk jij dat je hebt gescoord met de grote kaasaflee challenge? Ja, nou, ik denk dat ik als laatste ben geëindigd. Ja? Die inschatting heb ik, ja. Want ik was wel echt heel traag. Als je dat vergelijkt met Max. Maar jij, nee, ik heb wel het gevoel dat ik meer dan 2 minuten bezig was, hoor. Ja? Ja. Jouw tijd was... 0... Huh? 1... Oh, wacht. Oh, ja, tuurlijk. Ja, oké. 4... Oh. 8... Oh, shit. 1 seconde. Toch netjes gedaan. En ik heb ervan genoten. Dat is en wel dat waar. Is ook belangrijk. Hey Teske, onwijs bedankt dat je hier was. Ik vond het heel erg leuk. Ik ook. Waardige winnaar. Jullie heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Bye! Doe je nooit smaaien of zo? Nou, ik vond dit dus heel erg lekker. Oh, dit is inderdaad lekker gelukt.